Has, 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 niks is waterpas. Er is een aanzienlijke kans dat ik nu gewoon een frequentie heb en ook op het hoofdpodium te horen ben. Maar desalniettemin sta ik hier op het festival van Down Rabbit Hole waar ik aan het werk ben om het toch eventjes met jullie te hebben over Indiana Jones and the Dial of Destiny. We hebben er natuurlijk ongelooflijk naar uitgekeken met z'n allen. Ik neem jullie mee naar Indiana Jones and the Dial of Destiny. Harrison Ford speelt een beetje een boze buurman. Ik kreeg een aard staartjes uit Sesamstraat gevoel bij hem. Dat doet hij uiteraard met verven, want dat is eigenlijk wat hij al jaren speelt. Dat is gewoon wie Harrison Ford inmiddels geworden is. Wat betekent dat voor zijn Indiana Jones karakter? We beginnen natuurlijk met die epiloog. We hebben het allemaal in de trailers al gezien met een de-aged Harrison Ford. Ziet het er vet uit? Bij vlagen ziet het er heel goed uit, maar hij heeft toch de hele tijd een soort weirde twinkeling in zijn oog. En we weten nou eenmaal dat Harrison Ford niet meer 30 is. En dus zie je wel degelijk dat er gede-aged wordt. Het komt omdat je hoofd er gewoon op aan het letten is. Maakt niet uit, want wat volgt is een Indiana Jones avontuur zoals we dat kennen uit The Crystal Skull. Een iets te oude Harrison Ford die wel gewoon op avontuur gaat. En dit keer is dat omdat zijn peetdochter op zoek is naar iets waar die zelf natuurlijk ook al jaren op zoek was. Je kent het wel. En is dat vet? I don't know. Ik moet zeggen, de film gaat nergens zo uit te schrijven als dat Crystal Skull dat deed. Maar daarom is het denk ik in de long run ook nergens zo memorabel als toch nog een Crystal Skull. Het deed me heel erg denken aan Pirates of the Caribbean 4. Als je het op zichzelf bekijkt is het niet per se een hele slechte film, maar kan je de karakters nog herinneren? Nee. Kan je de actie-setpieces nog herinneren? Nee. En dat gevoel kreeg ik ook heel erg bij deze Indiana Jones. Vooral in het begin, je ziet dat stunts wel echt zijn uitgevoerd, maar er zit een soort van episode 3 Emperor Harrison Ford face swap overheen, waardoor je gewoon ziet dat hij het niet was. Zet die camera dan gewoon iets verder weg, dan geloof ik het. Maar met deze CGI-prul is het gewoon een CGI-fest. En dat geeft niet dat jaren 80 gevoel wat de originele Spielberg-films wel hadden. En dan kan je zeggen, Joey, je leeft in het verleden, kom naar de toekomst. Nou, dat doen we gelukkig ook, want vanaf het ergens in de tweede act, ongeveer als de Antonio Banderas rol in het verhaal binnenloopt, krijgt het ineens wel die look en feel van een originele Indiana Jones. De stunts zijn aangepast aan Harrison Ford's leeftijd. Het verhaal loopt lekker door, maar dat uur daarvoor is eigenlijk veel te traag. De film duurt echt veel te lang. En dan komen we bij het eindslot Indiana Jones. Je voelt het van mijlenver aankomen. Ik ga het niet spoilen, maar waar de vorige eindes, op Crystal Skull dagen later, altijd nog een soort van verwondering met zich meebrachten, is het hier wel very on the nose. Het mist de kleinschaligheid. Ze gaan over de top zoals ze dat eigenlijk ook bij Crystal Skull al deden. Had dat kleiner gedaan, zoals die ridder in The Last Crusade. You choose poorly. Het hoeft niet. Die hoef je ook niet in een grote veldslag te vinden zoals dat hier uiteindelijk wel gebeurt. Al met al heb ik me wel vermaakt met de film. Het heeft af en toe wat Bassie en Adria momenten, opploffingen waarna de boeven een soort van gewoon met grijze smink weer naar binnen buiten komen lopen. En dat ging maar net goed. Het heeft de one-liners. Het heeft af en toe wat hard, vooral als het gaat om wat er met Indy's familie is gebeurd na de Crystal Skull. Maar het weet nergens die peak level Indiana Jones vibe te capturen. Behalve in het middenstuk misschien heel eventjes. Is dat erg? Ik ben niet beledigd door deze film. Zoals veel mensen dat bij Crystal Skull misschien wel waren. Ik vind het gewoon niet memorabel. En dat had ik misschien ook niet verwacht, maar het is wel jammer. Last Crusade reden ze de ondergaande zon tegemoet. Dat was een prachtig einde. En nu is het een prima einde. Het is prima, het is fijn, ik ben niet beledigd. Maar het is absoluut niet de Indiana Jones van weleer. Het is wat het is. Moet je er naartoe? I don't know. Het is hier nu kut weer. Als het bij jou ook kut weer is, ga lekker naar de bioscoop. Je hebt vast wel een leuke tijd. Jongens, heel veel plezier in de studio. Ik ga doen alsof ik verstand heb van mijn werk. Dus dingen wel scherp krijgen en zo. Later.